Zo, goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom voor de kerkdienst van zondag. Het is prachtige sneeuw hier. En zondag hebben we weer een bijzondere kerkdienst. Dan worden er mensen bevestigd in een ambt. Van ouderling of diaken of kerkrentmeester. We nemen afscheid van mensen die dan alweer 12 jaar de kerk en de gemeente hebben gediend in het ambt. Nou, het is natuurlijk, iedereen doet heel veel dingen die belangrijk zijn, maar ambtsdragers die werken veel achter de schermen. Maar het is ook goed om één keer per jaar aan de gemeente duidelijk te maken wie dan eigenlijk ook in de kerkraad zitten. En de kerkraad is toch het orgaan bij ons dat de beslissingen neemt. De leiding heeft over de gemeente. Nou, in september beginnen we meestal al te vragen wie een ambt op zich wil nemen of mensen naam hebben. En dan is het altijd de derde zondag van januari dat bevestiging is. Nou, het is voor onze gemeente en voor mij heel erg bemoedigend, moet ik zeggen, dat we 11 mensen mogen bevestigen. En dan heb ik toch, het geeft mij de moed, zeg maar, dat de gemeente door kan gaan. En dat Jezus onze gemeente toch steeds weer leidt met zijn Heilige Geest. En mensen gaven geeft en geloof en moed. Dus van harte welkom. En als je thuis meekijkt, natuurlijk ook heel erg welkom. En vooral een zegen toegewenst voor ieder die zondag bevestigd gaat worden. En voor hun families en vrienden die ook misschien gaan komen. Ja? Allemaal voor jullie God zegen toegewenst. Tot zondag!